Nu even normaal doen. Sorry. Ik zit hier met Mie en Mr. Jensen. En we zitten in Gendringen, in de tuin eigenlijk van Bresser. En ja, wat hebben jullie net gedaan hier? We hebben net een optreden gegeven. Ja, dit is de tuin van Bart. Als je hier eventjes naar rechts kijkt, dan zie je wat een bloemenzee het hier is. Bart is echt een fantastische bloemist. En zijn al die bloemen voor jullie? Nou, vooral voor de gasten natuurlijk. Gast in Gendringen. Maar Bart die was heel enthousiast over een huiskamerconcert dat we hier ooit gegeven hebben. En die vroeg of we deze middag wilden organiseren voor hem. Ja, en hoe vond je het zelf? Je bent een half uur heb je opgetreden. Vond je de reactie van het publiek en zo? Zijn jullie enthousiast? Ja, te gek. Ja. Dat is echt goed. En we zitten hier drie keer, heeft Bart het weten uit te verkopen. Dus we zitten hier drie keer een te gekke show neerzetten. En als mensen jullie muziek willen horen, waar kan dat ergens? Op internet. Op internet? Ja. En via jullie Facebookpagina staat daar wat? Er is een programma Spotify. We hebben het idee dat dat nog heel groot gaat worden. En daar staan we op. iTunes, YouTube. Ja, en als je het... Jans, je spelt het als volgt. Me en Mr. Jensen. M-E. And is A-N-D. Mr. is M-R. En dan Jensen is gewoon Jansen. J-A-N-S-E-N. Ja. En daar kan je het dan checken. En ze kunnen jullie ook zien op de pagina van Bad. Zeker, ik heb net een paar liedjes van jullie opgenomen, ook voor YouTube. Oh, cool. Kijk, dus van dit concert kunnen ze straks ook zien op de pagina van Bart. Ah, nice. Ja. Ja. Nou, tof. Ja, dankjewel voor dit korte gesprekje. Ja, dank je. Bedankt.